Goedemiddag. Zitten jullie lekker? Heerlijk. Welkom in de Roosevelt. Ja, in de tuin van de Roosevelt. Het is hier mooi geworden. Sinds de laatste keer dat ik hier at, het is ook alweer 2 jaar geleden, denk ik. Ja. Dat is, het is mooi geworden. Ja. En nou ja, daar zit weer beweging in de horeca, hè? Gelukkig wel. Ja, en ik zit hier ook met jullie, want jullie zijn allebei van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Middelburg. Klopt. Ja. Jij bent de voorzitter? Ik ben de voorzitter en Rennie, als oud-eigenaar van Desinfinado, is om zijn kennis nog betrokken bij, bij de Koninklijke Horeca Nederland, als adviseur officieel, oud-voorzitter. Ja, ja, nou, nu zit hier achter, jullie beginnen zo met overleg. Er zitten 2 wethouders, zitten mensen van de VOM, mensen van de gemeente Middelburg. Ja. Dus jullie gaan alle ingediende plannen beoordelen. En jullie zeiden het er net al, jullie hebben maar liefst 55 voorstellen of ideeën binnengekregen. Kunnen jullie er wat meer over vertellen? Iets? Ja. Ik heb even aan de voorkant, we hebben als horeca Nederland afdeling Middelburg op ons genomen om alles te inventariseren. En ook voor eventueel niet-leden. Wij maken geen onderscheid tussen leden of niet-leden, want het gaat om het algemeen belang van Middelburgse horeca en natuurlijk ook de middenstand. En ik heb alles geïnventariseerd en we hebben nu 55 aanvragen gekregen. En met onderbouwing van wat ze willen en met sommigen hebben heel veel situatietekeningen erbij gedaan. Maar ik moet nu zeggen, als dat allemaal gehonoreerd wordt, dan wordt Middelburg, ik zie het altijd positief, een hele mooie binnenstad met al enkel, of tenminste met heel veel terrassen. Ja. Dus die positieve, je moet ook een beetje positief denken van ja, dit kan toch heel mooi worden. Nou, dat kan het ook, maar, want er waren natuurlijk in het begin ook mensen zeiden van nou, we gaan misschien wat binnen doen op alternatieve locaties. Ja. En jullie kunnen natuurlijk inhoudelijk nog niet te veel zeggen, maar zijn het ook allemaal een beetje haalbare voorstellen? Nou, wij hopen natuurlijk zoveel mogelijk haalbaar, daar gaan we ook voor ijveren. Wij zijn er absoluut niet om te beoordelen of dat soort dingen, dat gaat de gemeente doen. Maar wij willen zoveel mogelijk promoten, dat er zoveel mogelijk reuring, laten we het zo noemen, ontstaat in Middelburg. En dat er zoveel mogelijk leuke en bijzondere ideeën ontstaan. Ja. Met eigenlijk als achtergrond, het geldt tot 1 september, maar misschien is het zo leuk en levert het zulke leuke dingen op dat we volgend jaar zeggen met z'n allen van nou dat gaan we weer doen of dat gaan we nog beter doen of dat gaan we... Nou eigenlijk is het gewoon, door wat er met de coronacrisis is gebeurd, hebben we ontzettend veel nare dingen gehad, maar uit het nare komt ook altijd iets positiefs en wij hopen dat hier iets nieuws, iets positiefs ontstaat. Ja, maar misschien kan je voor jezelf praten, want jij hebt hier een behoorlijk flinke tuin, maar jij hebt natuurlijk aan de voorkant normaal geen terras. Nee. Heb je zelf ook nog een plan ingediend? Nee, gaan we niet doen. Nee, dat is bij jullie niet aan de orde. We hebben die prachtige tuin. We zijn wel weer een restaurant begonnen. Oh ja? In samenwerking met... Primeurtje. Ja, primeurtje. In samenwerking met Zeeuwse Streken. Oké, leuk. Gaan wij samen een restaurant voeren. En dat is vooral voor de hotelgasten. En dat is wat we wel gedaan hebben. Ook op dit moment, omdat de hotelgasten mogen wel bij ons in het hotel verblijven. Met de Hemelvaart zijn we gelukkig ook weer nagenoeg volgeboekt. Maar tot 1 juni mogen de gasten tot nu toe niet ergens anders. Nee, okay, wel bij ons. En ja, door deze samenwerking hopen we ze op een goede manier te kunnen bedienen. En op een goede manier Middelburg en Zeeland te kunnen laten zien. Ja, ja, nou, dat is mooi. En kan je wat zeggen over Desinfinado? Of is dat nog geheim? Nee. Hadden jullie wensen? Of, hetzelfde verhaal natuurlijk als heel veel ondernemers van uitbreiding van je terras. Kijk, het is... Voor de beeldvorming, we hebben nu, tenminste iedereen heeft gewoon 2 keer zoveel terras nodig voor dezelfde stoelen. Ja. Want dat hebben we netjes uitgerekend, als Desinfinado dan, die hadden normaal 75, 80 zitplaatsen. Prosper heeft het nu zo ingericht dat hij er nu met de huidige ruimte die hij gehuurd heeft bij de gemeente, 36 zitplaatsen, dus dat is om de helft, dus dat heeft iedereen. Ja. En dan de ene die zal dan meer capaciteit kunnen creëren als de andere. Maar ja, dat is iets, daar kunnen wij niks aan doen. Maar een ander voorbeeld is... Maar ik zag dat er bijvoorbeeld gisteren bij de raadsvergaderingen hoorde ik al wel een beetje dat ze... De gemeente ook wel bereid is om bijvoorbeeld een paar parkeerplaatsen onder de Lange Jan in te leveren. Dus daar zouden jullie eventueel... Dat willen we ook nog even zeggen. De gemeente denkt tot nu toe heel positief mee. Hè? Ja, ze zijn heel erg goed bij betrokken en die hebben ook verschrikkelijk goed in de gaten wat er speelt in Middelburg. Wat er speelt bij de horecaondernemers. Wat er gebeurd is de afgelopen maanden. Dat je gewoon totaal 0 omzet hebt. Ja, nou, ik wens jullie heel veel wijsheid en veel plezier ook vanmiddag. Dankjewel. Chris Simons, we hadden het net over de plannen waar jullie mee bezig zijn. En we hadden het ook nog over het vervolgtraject, want uiteindelijk kan er van alles bedacht worden, maar er moet ook nog over besloten worden natuurlijk. En dat doet toch de gemeente uiteindelijk. Kan je daar iets over zeggen, wat nu de vervolgstappen zijn na vanmiddag? Ja,
Ten eerste natuurlijk hartelijk dank aan de Koninklijke Horeca, want die hebben ja, 55 plannen ingediend van verschillende ondernemers, centraal geregeld. Heel goed, op tijd ook ingediend. En op dit moment zijn de ambtenaren alles aan het intekenen, alles aan het beoordelen. Vanmiddag gaat er ook gekeken worden bij een aantal, ja, een paar knelpunten die we nog hebben, waar we echt goed naar willen kijken. En dan komt vrijdag het college nog bij elkaar om de uitgangspunten die zeg maar nu gemaakt zijn, zeg maar te beoordelen of daar nog wijzigingen op plaats moeten vinden. En aankomende dinsdag neemt het college een besluit over de, zeg maar, de uitbreiding van de terrassen en van het hele winkelgebied. Ja, want dat speelt, dat hangt allemaal met elkaar samen natuurlijk. Maar als ik zeg, ja, je hebt het over een paar knelpunten, nou, dat klinkt redelijk positief, dat zijn er dus niet heel erg veel. Of... Wij zijn, de aanvragen die zijn gedaan, zijn met een hele positieve insteek gedaan. Dus niet echt gekke dingen. Dus wij kunnen heel veel zeggen van oké, dat gaan we tijdelijk, hè, tot 1 september in ieder geval toestaan. Maar natuurlijk komen er ook een aantal knelpunten tegen. Ja, maar er zijn ook cafés die zitten bijvoorbeeld aan straten waar doorgaand verkeer is, waar dan toch wat lastiger is om uitbreidingen te doen. Ja. Of, ja. Nou, en we kijken voornamelijk ook in de winkelstraten naar de looproutes. Dus ja, dat we daar ook gewoon goed naar kijken. En niet alleen looproutes, maar ook uitwijkroutes. Als het een keer te druk wordt, dat de mensen ook gewoon op een makkelijke manier zeg maar, het kernwinkelgebied kunnen verlaten. Ja, maar daar, dat is natuurlijk het hele eierreet, is dat het gaat niet zozeer om hoe het nu is, maar op het moment dat er ook weer toeristen zijn in de stad en dat het van de zomer, van met drukke dagen, dat het ook gewoon veilig blijft. Dat klopt, is, want ja, wij willen iedereen welkom heten in Middelburg, maar ook iedereen een veilig gevoel kunnen geven. En dat is van onze oudere bezoeker tot onze jongeren. En iedereen moet gewoon komen. Maar wel gepast en goed in de gaten op, een, ja, op wat voor dagen. Maar goed, we kunnen met een beetje goede wil kunnen we straks overal toch weer lekker op het terras zitten. Dat, heerlijk, dat is een heel zeker mooi met ding. Ja, super. Dankjewel voor de toelichting. Ja. Goed, welkom. Waar de orde, veiligheid en zelfs de politie was erbij. Hebben we alles.